ga je vandaag laten zien hoe je met je Rainbow Loom dit leuke bloemetje moet maken. En ik ga vandaag dit bloemetje maken in precies dezelfde kleuren. Wat we gaan gebruiken zijn de Rainbow Loom, 14 jelly gele elastiekjes en 6 witte. Dus 14 elastiekjes heb je nodig voor de binnenkant, wat hier geel is. En 6 voor de blaadjes. En ik gebruik ook nog een haaknaald, de metalen haaknaald van Rainbow Loom. We gaan beginnen met 1 geel elastiekje van de middelste pion naar links te halen. En dan gaan we links 1 keer naar voren. En dan maken we hem weer dicht van de tweede pion naar de derde in het midden. En dan gaan we aan de rechterkant, dan gaan we hier in het midden 1 keer naar rechts. Dan een keer naar voren. En dan maken we hem weer dicht. Dan duw je alles even goed naar beneden. Nu gaan we een starburst patroon maken. Dat doen we zo. Ga van de middelste pion naar rechtsboven. Dan met van de middelste pion naar rechtsonder. Dan naar onder, naar linksonder, linksboven en dan helemaal boven. Wat we nu gaan doen is een cap-end plaatsen op deze middelste pion. Ga een cap-end maken van 3 ringetjes. Zet hem erop, draai hem een slag. Zet hem er nog een keer op, is 2. En nog een keer is 3. En nu gaan we de bloemblaadjes erop zetten. We zetten op elke pion aan de buitenkant, behalve de pion aan de binnenkant, zetten we overal gewoon, leggen we een wit elastiekje op. Zo. Zo. Draai je loom om, zodat de rode pijl naar je toe wijst. Kijk nu even hoe dit pinnetje is opgebouwd. Ik zie dat dit elastiekje de bovenste is, dus die moeten we als eerste pakken. Steek in de capband, pak dat elastiekje. Haal hem over de pion heen en haak hem naar beneden. Steek dan in de capband en dan, want hij zit heel strak, dus ik draai hem een beetje zodat hij weer recht zit. Zo, het witte elastiekje zet ik weer even terug op. Zo, nu kijk je weer welke boven zit. Dat is deze. Daarna komt deze. Daarna komt deze. En daarna deze. En als laatste deze. Dus we gaan verder. Steek in de capband. Je weet nu welke je moet pakken. Dus pak die via de zijkant. En haak hem dan naar de pion waar die vandaan komt. Als je dit hebt gedaan, dan zit het blaadje ook vast. Dat is ook wel erg fijn. Pak het volgende elastiekje. Haak die naar waar die vandaan komt. En de volgende. Deze en als laatste deze. Steek hier in en pak dan het bandje dat naar links gaat. Steek nog een keer in en pak nu de onderste. Die gaat naar rechts. Dan steek je links in alle bandjes en dan pak je de onderste en die haak je naar voren. Steek hier nog een keer in alle bandjes, pak de onderste en haak die zo naar het midden. Nu rechts doen we hetzelfde, steek in alle bandjes, pak het onderste bandje, haak hem naar voren. Steek hier in alle bandjes, pak het onderste bandje en haak hem naar het midden. Steek hier in deze pion in alle bandjes.
Zet dat op je haak en haal de bloem van de loom af. Zoals het goed is heb je nu nog... Zo ziet het er nu uit. En als het goed is heb je nu nog één elastiekje over. Zet die op je haak. Trek alle elastiekjes erdoor heen. En steek hem dan niet er helemaal zo over het blaadje heen, maar door het blaadje heen. Zet dan beide uiteinden op je haak en haal de achterste over de voorste en trek het aan. Nu ga ik naar de andere kant, steek ik in het hart van de bloem, midden van de bloem. En dan trek ik het lusje er doorheen. Zo. En je bloemetje is af. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.